Ja, met het conflict in Oekraïne zie je dat heel Europa eigenlijk steeds meer een soort NAVO-mogendheid aan het worden is. Engeland komt er bijna ook weer bij. Dus het is een soort vereenzelviging van Europa en de NAVO die optreedt, die ook wat ongelukkig is. Omdat we daarmee echt helemaal in de politiek van Amerika terechtkomen. Als je ziet de manier waarop dan bericht wordt over de jaarlijkse brief voor de 17-jarige, dat je vanaf dat dienstplichtig bent. Ook in Nederland. Het lijkt wel alsof de geesten klaargemaakt worden voor een zeer aanstaande dienstplicht, een actieve dienstplicht. Het zijn gelegenheidsargumenten tegen Baudet, want andersom zijn er heel duidelijk natuurlijk geldstromen vanuit Amerika voor een bepaald Amerikaans perspectief op het leven. Dus dat is een heel absoluut van dat soort stichting. Geldstromen zijn heel normaal in internationale politieke ontwikkeling. Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Rogier van Bemmel. Het is tijd voor het nieuws van de week van zondag 7 april. En bij mij aan tafel zitten Ad Verbrugge en Jelle van Baardewijk. Heren, als altijd begin ik even bij Lievendate. Ik pluk even wat uit de comments van afgelopen week. Ad, hoe gaat het met je plant? Ja, het is een kwestie van overleven. Hè? Het is niet dat hij te weinig zorg krijgt, maar ik maak me wel zorgen over de toekomst van deze plant. De diagnose is gesteld. Hij heeft te weinig licht in de hoek, dus je ziet hem ook naar één kant toegroeien. Ik heb er al eerder over bericht. Dus ja. Alles sterft af wat te weinig licht krijgt. En nu is het de vraag, halen we de plant weg? Dus de komende weken wordt dat een dilemma. Want het is nu alleen nog maar een achtergrond voor jou. En hier in de donkere hoek is er weinig meer wat bloeit. Ja. Dus, zullen we dat aan de kijkers? We hebben ook de vergankelijkheid wel in beeld proberen te brengen. Want zo gaat het natuurlijk in het leven. Nou eenmaal met mensen ook. Hè, met alles wat leeft. Maar het houdt er ergens op. Dus we moeten kijken. Ja. Nou ja, het was wel grappig, want het was natuurlijk paas afgelopen week. En veel mensen zeiden, gaat de plant nog wederop staan of niet? Dat is wel leuk aan planten, dat als je een stuk ervan afknipt, dat ze beter kunnen terugkomen. Het is jammerlijk maar deze moet eigenlijk gewoon op een andere plek, wil die nog een toekomst hebben. Ja, maar ja, waar zet je hem neer? Dat kan niet in dit huis. Grote dus, plant, precies. Ja. Nou ja. Kijkers, wat vinden jullie? Moet er een nieuwe komen of houden we het bij deze, deze plant? Dan zien we langzaam het stervensproces zich voltrekken. Ja, hoewel deze plant erop blijft. Deze kant het echt wel toekomst heeft. Wel gevoelig voor de vergankelijkheid. Heb jij nog iets voor Lievendate, Jelle? Ben jij weer een beetje opgeknapt? Je was vorige week, voor mij was je daadwerkelijk een beetje ziek geworden. Dat was wel te horen. Nee, ik ben helemaal opgeknapt. Oké. Okay. Nou, deze week stond er in de... dat is fijn om te horen. Deze week stond er in de comments dat ik me ook eens wat vaker bij Lievendate dingen moet delen. Ja. En inderdaad, vanuit mijn rol als presentator probeer ik toch altijd een beetje de vaart erin te houden en de aandacht te verdelen. Maar dit keer heb ik wel echt iets bijzonders. Ik heb namelijk gisteren... Ik ben aan het verhuizen. En daarmee moet ook mijn... ik heb nu ook een nieuwe plek voor mijn praktijk gevonden. In het centrum van Purmerend. Daar begin ik maandag. Dus dat betekent dat ik gisteravond om 7:30 het licht voor het laatst heb uitgedaan in mijn oude praktijkruimte. En dat was toch wel bijzonder. Ja. Ik heb daar 6 jaar gezeten. En dan zie je toch de aandacht die je daar gecultiveerd hebt. Alle gevoelens die daar doorvoelt. En voor degene die dat nog niet weten, wat is jouw praktijk? Ik heb een filosofische praktijk. Dus mensen kunnen... het is eigenlijk een soort van filosofische coaching, zou je kunnen zeggen. Ja. Mensen kunnen levensvragen, of als ze ergens tegenaan lopen, dat ze op een andere manier dan een medische willen bekijken. Ja. Alleen als het geen medische gevallen zijn, want dan ga ik er niet mee in zee. Maar dat kunnen mensen allemaal op mijn website vinden. Maar het is dus een plek waar aandachtige gesprekken van 1,5 uur gevoerd worden. Ja, mooi. En dat is toch wel... dus ik hoop weer zoiets weer te kunnen opbouwen. Maar het was toch wel, was wel even een momentje. Ja, dat snap ik, ja. Heb je ook een mooie plek voor zo'n Freudiaanse bank? Waar de cliënt dan op kan liggen en kan vertellen over... Het is geen analyse. Mijn nieuwe ruimte is wel... ik heb 40 vierkante meter nu onder dakbalken met uitzicht op de oude stad. Dus het is wel... Ik ga er wel echt op vooruit in die zin. Dus ik heb... Op een sofa gaan liggen. Dan moeten ze... Dat is de filosofische wijsheid. Ik ben voor het actief zitten. Want daarom. Ik zit ongeveer in zo'n stelle en zo'n constellatie. Gewoon rechtop. Mooi. Maar... als mensen interesse hebben, kunnen ze dat nalezen. En als mensen alleen met mij kennis willen maken, kom dan vooral naar een evenement van de Nieuwe Wereld. Niet naar de praktijk. Dat zeg ik al even. Maar wij willen ook een keer naar jouw praktijk komen, met camera. Ja, dat kan, dus dat gaan kan we in deze setting. Ja, zoeken we nog iemand die een analyse wil ontvangen, Ad?
Ja, misschien. Ja, het is dus geen analyse, maar als, ja, iemand, nee, als iemand een levensvraag heeft... Filosofische coaching. Kom maar op. Ja. Maar zo zie je, hè, als niemand de vaart inhoudt, dan daait zoiets weer uit. Maar het is toch leuk om even te delen. Ja, want blijkbaar ook. Gefeliciteerd. Ja. Dank je. Ja, deze week zullen we eens beginnen met toch de 75 jaar NATO deze week. Of de NAVO, om het in het Nederlands te zeggen. En in misschien samen daarmee oppakken het feit dat de Tsjechische geheime dienst toch het nieuws gedeeld heeft dat de Russen via financiële middelen toch de Europese verkiezingen willen gaan beïnvloeden. Dat nieuws kwam deze week naar buiten. Is in de Kamer ook uitgebreid over gedebatteerd. Op allerlei websites werd ook gewag gemaakt dat er Nederlandse politici betrokken bij zouden zijn. En nog politici uit 6 andere Europese landen, maar er stonden geen namen bij. Wat wel opviel is dat de geheime dienst van Tsjechië dus in de AIVD al had laten weten van er komt iets aan. Maar voor de rest is er eigenlijk weinig specifieks naar buiten gekomen zoals dat gaat bij het delen van dat soort informatie. De Tsjechen hadden het gedeeld in ieder geval omdat ze een bepaalde, ik geloof een stichting of in ieder geval een rechtspersoon en 2 personen hebben ze op een soort sanctielijst geplaatst. En naar aanleiding daarvan, en ik denk dat dat hetgeen is wat we hier met elkaar waarop we willen reflecteren, is er in de politiek natuurlijk heel erg gesproken ook over hoe open de Kamer moet zijn over geldstromen en hoe je daarmee om moet gaan. En mensen riepen allemaal Hugo de Jonge, de verantwoordelijk minister, toch wel op om meer openheid van zaken te geven en te kijken of ze niet toch de Tsjechische collega's zover konden krijgen om namen te noemen. Ik onthoud me even van commentaar. Ik leg me even... Hoe hebben jullie dit die debat? Er zijn twee thema's hè, die je nu eigenlijk aansnijdt. 75 jaar NAVO en de Tsjechen. Het zijn bij twee relevante thema's, maar je moet ze wel onderscheiden, denk ik. Okay. Dus wat mij betreft beginnen we gewoon met die NAVO. Hm. Of wil jij eerst de Tsjechische... Nee hoor, laten we beginnen met de NAVO. Ja. Ja? Oké, 75 jaar NAVO. Ik zag een groot stuk in de Volkskrant waarin gezegd werd dat het beeld dat de NAVO een soort agressor is... Dat toch helemaal verkeerd is. Dat de NAVO eigenlijk altijd heel erg terughoudend is geweest in het uitbreiden naar het oosten. Maar dat juist de voormalig Sovjetlanden graag bij het westen wilden horen. En dat pas sinds Georgië en Oekraïne de NAVO wat meer op expansie gefocust is geraakt. Het is misschien wel aardig om op te reageren vanuit jullie blik op hoe de NAVO geopereerd heeft de afgelopen tijd. Maar ik ben eerst wel benieuwd naar Jelle. Ik zei het terwijl hij naar Rogier keek. Ja, nou, een paar dingen. Ik zat al bij mezelf na te gaan van wanneer hoorde ik nou voor het eerst van de NAVO. En dat was volgens mij na 9-11. Dus dat is... Dat meen je niet. Ja, dat ik echt pas doordrongen raakte van wat is dit eigenlijk? Shitje. Ja. Waarom reageer je er ontzet op? Ja, maar dat was ook in mijn studententijd. Het is gewoon normaal dat je dan pas bedenkt van... Oh, en dat had ook iets te maken, dat leerde ik pas later, met dat ze toen dus wraak namen op 9-11 met een beroep op dat artikel 5. Als je dus lid bent met elkaar dan, en één iemand wordt aangevallen, dan is een reactie verplicht van andere leden om te helpen. Mm-hmm. En dus na 9-11 trok iedereen van leer tegen, dat was nog eerst een diffuse vijand, maar concreet Afghanistan, volgens mij, als ik het goed heb. En... dat was dus het moment dat ik dacht van oké, dus dit is de NAVO. Taliban zat in Afghanistan. Ja, dit is kennelijk de NAVO. En dat is natuurlijk een veel ouder samenwerkingsverband. Maar het is wel op verschillende momenten, denk ik, in de geschiedenis slapend geweest. Macron heeft ook eens een keer opmerking over gemaakt. Hè, van het is een hersendood of halfdood, zei hij. Dat was volgens mij in 2013, dus alweer heel lang na 9-11. Mm-hmm. Dus het is niet zomaar iets wat... En ook vond ik afgelopen donderdag volgens mij... stond een stuk in de krant. Er was dus ook de 75-jarige verjaardag. En ik vond nou niet dat er enorm veel aandacht voor was of zo. Hm. Hè? Dus het hele idee van dat het soort superbelangrijk samenwerkingsverband is... dat steeds voor de geest wordt gehaald, dat is ook denk ik niet zo. Nou, het is de afgelopen jaren wel veel nieuws geweest in de zin van uitbreiding. Hè? Naar onder andere Zweden. Ja, nee, vooral door Oekraïne. Ja. Ja. Zeker. Ik kijk hier echt enorm van op. Ja? Ja, ik ben ook benieuwd of dit nou echt een generationeel onderscheid is. Of omdat het echt iets te maken heeft met wie Jelle is. Hoe oud was jij in 2001? Daar heb je het wel over. Nee, maar dus als je mij vraagt NAVO, dan ben ik daarmee opgegroeid. Hmm. Ja. Was voor mij, was jij bent voor mij, van de generatie... Voor mij niet, maar ik ben 19 dan. Ik was 19. Ja. Nee, maar ik heb het gewoon over 5, 6.
Jawel, maar dat was de Koude Oorlog, ik probeer het uit te leggen. Dus die relatie met Amerika, de Tweede Wereldoorlog en Rusland. Hè? Dus dat speelde in ieder geval in ons gezin heel duidelijk. Het idee dat je door Amerika was bevrijd. Dat ook mede de grenzen in Europa bepaalde. Je had een Oostblok en had een het Westen. Duitsland was opgedeeld. Wij gingen naar Duitsland op vakantie al toen ik heel jong was. Dus voor mij is die NAVO altijd een realiteit geweest. Van wij zitten in een verbond en worden mede beschermd door de Amerikanen. Zo ben ik opgegroeid. Ja, nou ja, er is inderdaad een generatieverschil. Want ik kom uit 82. Hè, dus ik ben niet opgegroeid met het idee van dat er een soort strijd is met Rusland. Maar meer in het Fukuyama-wereldbeeld. Van er is één geglobaliseerde orde. Amerika speelt daar een belangrijke rol in. Maar meer een soort van politieagent. Want uiteindelijk wil iedereen als Amerika worden. Ja, dus de Amerikaanse dominantie, daar ben ik me zeer zeker van bewust. Ik denk dat televisie en wetenschap alleen maar verder verengelst is. Ja. En daar ben ik ook best kritischer over geworden. Dat weten jullie, weten kijkers ook wel. In de loop der jaren. Toen zeker niet, was ik daar nog bleu over. Maar ja. dus dat zou best ook met die tijd te maken kunnen hebben. Het is echt een generationeel verschil. En ik begin daar ook over, omdat dat alles te maken heeft met wat is de NAVO? Ik ben opgegroeid vanuit een wereld die duidelijk nog gespleten was. Dat is tussen Oost en West. Dat leefde ook thuis. Ik kom uit een christelijk milieu, dus dat ging ook over hoe het christenen verging in het Oostblok. Mijn vader steunde dat. Dus dat was heel duidelijk. Die gaf van allerlei goede doelen om christenen in het Oostblok te steunen. Ja. Dat zat gewoon in ons, laten we zeggen, gezinsdiscours. Nou, dat ging dus dwars door dat onderscheid Oost-West heen eigenlijk. Dat was in mijn familie ook zo. Mijn opa ging ook naar Hongarije om christenen te helpen. Maar dat is juist het punt. Dat maakt niet uit dat ze in het Oostblok leefden. Het waren vooral christenen. Ja, ze moesten geholpen worden omdat ze in het Oostblok zaten. Ze werden onderdrukt. Ja, maar christenen werden toch overal geholpen? Maar het punt was, je had daar was sprake van, ook in China en maar ook in Rusland, over kerken die onder druk stonden. En het als gevolg van ideologie. Dus dan komt vanzelf eigenlijk dat hele... wereldtoneel komt gewoon binnen. En daarmee die geschiedenis en daarmee ook de NAVO. En dus die Tweede Wereldoorlog was gewoon een hele reële gebeurtenis. Sowieso mijn ouders hebben er behoorlijk wat, met name mijn moeder, van meegekregen. En de NAVO hoort bij dat verhaal. Want dan vraag ik natuurlijk van hoe zit dat er nu? Dus dan als jongetje was ik er ook wel in geïnteresseerd. Ik speelde ook heel veel legertje en zo. Daar was ik helemaal dol op. Ik wilde ook beroepsmilitair worden. Als je in de jaren 90 televisie keek en je zag een oude film, dan was dat toch vaak een film waar een of andere Amerikanen, Rus, die dan meestal gewoon zo heel schematisch werd neergezet. Zo'n soort blanke... Ja, dit zit me wel aan het denken over de retoriek, over de Russen. Dat is een soort echo van die tijd nog. Hè? Van dat in die twee kampen denken ook op een bepaalde manier. Dus ik denk voor mensen van jonger dan 40 speelt dat veel minder een rol. Is er eigenlijk veel meer één wereldorde. Ja. Met verschillende krachtenvelden dan. Ja. Maar dat er nu zo'n oppositie wordt gezocht en zo'n verschil wordt gemarkeerd. Nou ja, we hebben het hier natuurlijk vaker over gehad. En dat is voor mij wel de... De les in de loop van mijn leven. Hè? Dus mijn eerste grote twijfel kwam in de jaren 90. Naar aanleiding van de Balkancrisis. Dat ik wel dacht, wat is hier precies aan de hand? Wat zijn wij eigenlijk aan het doen? En ook wel met een zekere... toch wel skepsis over de motieven die daar precies speelden. Had ik minder met betrekking tot het Midden-Oosten. Moet ik eerlijk in zijn. Dus de interventies van de VS in Irak bijvoorbeeld. We hebben natuurlijk ook in de jaren 70 die grote revolutie gehad in Iran. Waar je de gijzeling had van de Amerikaanse ambassade. Dat is een enorm
thema geweest. Dat heb ik echt bewust meegemaakt, hoe jong ik ook was. Maar, dus je had wel ook dat laten we zeggen, dat wantrouwen jegens het moslimfundamentalisme. Tenminste, dat had ik wel. En dat Amerika interveneerde in het Midden-Oosten zag ik dan meer in het verlengde daarvan. Ik ben er inmiddels ook wel iets anders over gaan nadenken. Maar ik had wel allemaal grote twijfels in de jaren 90 over het optreden in met name Joegoslavië. En wat daar precies gebeurde. En ook toch het meten met verschillende maten. En ik denk wel dat die val van de muur in 89 heeft natuurlijk de vraag naar de legitimiteit, of naar ik moet zeggen ook de bestaansreden van de NAVO, natuurlijk wel direct, of raakt wel direct daaraan. En daarom is het ook aardig om dat verhaal van Jelle nu te horen. Omdat dat voor mij versprak zeg maar, de legitimiteit tot 89 eigenlijk voor zich. In de jaren 90 kwamen wel mijn twijfels over wat daar nou precies gebeurde. Maar ook mijn ergernis over Nederland. En wat ik hier ook in de uitzending wel eens vaker heb gezegd. Ik heb wel in toenemende mate mijn twijfels gekregen. Ja, niet over het historische belang van de NAVO. Hè, want dat is voor mij wel vrij evident na die Tweede Wereldoorlog. Maar wel over wat nou de eigen koers is geweest de afgelopen decennia. En ook wat voor motieven daar nou precies in schuil gaan. En met name dus de opkomst van de neoconservatieve agenda. En hier ook al over gehad vaker. Hè, dat is de Project for a New American Century. Dat hele idee van democratie overal in de wereld gaan doorvoeren. Ook, juist ook vanuit een machtsoverwegingen van Amerika. Geldoverwegingen ook? Zeker, financiële overwegingen ook, die daar natuurlijk een rol speelden. Maar dat heeft me wel steeds meer doen twijfelen aan de motieven die rond humanitaire interventies, wat natuurlijk soms gewoon regelrechte oorlogen waren, wat dat teweeg heeft gebracht. Ja. Ja, dat waren de speciale militaire operaties van toen de tijd. Ja. Ja. En ik vind nu ook dat het is een machtsfactor geworden die ook weer los. Die een losse ontwikkeling doormaakt. Dus bijvoorbeeld Oekraïne is geen lid van de NAVO. Kan eigenlijk ook geen lid worden, want ze zijn in oorlog. Maar er zijn dan toch allemaal oproepen vanuit de NAVO om een fonds te beginnen. NAVO-landen gaan nu ook een fonds van, ik geloof, 100 miljard opbouwen. Nou, dat is nog steeds veel te weinig om Oekraïne te helpen, maar het is toch wel heel veel geld. Dus er komen een soort van apps, applicaties op het NAVO-systeem, om dan toch weer een soort van met de NAVO, maar buiten de lijntjes van de NAVO, toch weer NAVO'tje te gaan spelen. Dus er is ook een zekere vaagheid over de grenzen van het handelingsbereik van de NAVO, vind ik. Dat nu ook weer de afgelopen weken heel erg duidelijk wordt dat vaag is. Dus, en ondertussen is dus een heel strikt beroep op. Daarom begon ik daar ook even mee. Van toen ik dus voor het eerst er langer over nadacht. Dat was 9-11. Dat was sowieso trouwens, net als de moord van Fortuyn, voor mij een hele belangrijke politieke wake-up call, zeg maar. Ja. Om meer bewust te worden van wat er aan de gang is. Daarvoor was het toch eigenlijk meer, ik wil niet zeggen van een soort schematisch begrip of zo, of alleen maar definities kennen, maar wel toch wel dat je dan pas, toen was het pas duidelijk eigenlijk. Dus het is een belangrijke fase in mijn eigen politieke ontwikkeling. Maar achteraf gezien is het ook historisch belangrijk dat er zo'n moment is waarop men dus zegt van ja, dat artikel 5 is ontzettend belangrijk. Als één iemand wordt aangevallen, dan moeten we elkaar gaan helpen. Dus dat de NAVO dan wat is er nou precies aan de hand in Amerika met 9-11? Nou, daar heb ik onder andere dat gesprek nu met Dieter de Wacht en George van Houts over gehad. Dat is ook een discutabele hoofdstuk in Amerikaanse geschiedenis, dat 9-11. Dat er zo snel op gereageerd is. Ja, ik ben daarover aan het twijfelen wat daar de motieven zijn geweest. Dat die Patriot Act binnen 3 maanden of zo getekend was. En, ja, nee, binnen 1 dag waren alle NAVO-landen bereid om dus de Taliban aan te vallen. Er was weinig discussie voor nodig, zeg maar. Dus op de een of andere manier stonden de neuzen heel snel één kant op.
En dat is ook, ja, gaat dat hier nu ook gebeuren bij Oekraïne dan? Of is daar nog tegenspraak mogelijk? Alsof het een soort van ingeslagen weg is. Alsof het een soort rijdende trein is. Ja, dus eigenlijk zit je had die schetsen. Ik ben op een gegeven moment gaan twijfelen aan de intenties. Daar zit een soort, de nieuwe American Century. Een soort, bij die neocons een soort... een soort motief erin om Rusland op afstand of als vijand te houden. Je hebt ook wel eens verteld over hoe dat in die veiligheidsdiensten speelt als belangrijk motief. Ja. Jij zegt eigenlijk ook van 9-11, dat is toch best wel vaak de... Dat is een enorme bekrachtiging geweest ook van de NAVO, gek genoeg. Dus de NAVO heeft toen eigenlijk ook een wat Ad schetst wel mooi. Dus 89 is het belangrijk eerste moment, dat is de eerste fase van de NAVO. En dan, ik weet niet hoe je de volgende fase dan kan noemen. Want volgens mij is dat eigenlijk een hele apolitieke periode geweest. Van economische integratie en ook economische agenda's. Dus, vanaf 89. Ja, tot, dat is zeg maar, ja, dat, ja, dus dat is, ik weet niet, ja, de 1990s of zo. De jaren, de neoliberalisme. De, ja, toen was de wereld af. Maar in ieder geval, ja, precies. Einde van de geschiedenis, einde van de NAVO. Maar de NAVO bleef wel voorbestaan. Hm. Vandaar ook de vragen die Ad krijgt bij het bestaansrecht. Maar die komen nog niet echt op. Dus blijkbaar hebben ze nog een license to operate. Maar dat wordt dan wel door 9-11 komt dat echt in een nieuwe fase. Want dan wordt het eigenlijk geactiveerd. De vraag die ik wilde stellen, Jelle, is dus... Ik begon even over die sentimenten in die geheime diensten. Ook als je zo'n artikel leest in de Volkskrant. Of je kijkt naar de reactie op de vraag van Poetin toen ten tijde van Bush. Van joh, kunnen wij niet ook bij die NAVO? Wat zit er nou voor sentiment? Ik bedoel, je begon over de Koude Oorlog. Maar hoe kan het nou dat dat soort vijandbeelden, dat soort vijandsentimenten kennelijk zo sterk zijn nog steeds? Dat er ook in de westerse media tot op de dag van vandaag een vrij eenzijdig beeld bestaat van de verhouding NATO-Rusland. Dat alles wat de NATO doet goed is. En alles, nou ja, dat kun je niet zo zeggen. Het is wat genuanceerder dan dat. Maar toch, als je zo'n stuk dan weer leest, dan denk je ja. De NAVO is zeg maar achter Oekraïne aangegaan. Omdat Poetin Georgië innam en omdat hij Janukovic wegduwde. En dan denk je ja, maar dat is een heel eenzijdig narratief. Ja. Dus hoe kunnen we dat op de een of andere manier verklaren? Of daar een beetje de vinger achter krijgen waarom dat nou zo eenzijdig moet? En waarom daardoor ook vrede zo ver buiten schot blijft? Ja, dus het interessante is natuurlijk al wanneer wij maken zelf deel uit van die wereld en van die NAVO. We krijgen dus ook, we hebben die geschiedenis zoals ik hem nu vertel met mijn vader. En hoe je dat van jongs af aan meekrijgt. Dat speelt natuurlijk bij allerlei mensen hè, op die manier. Dus een soort, hoe ben je opgevoed? Wat zijn de verhalen die je mee hebt gekregen? Wat voor kranten lees je? Wat voor films kijk je? En dat is natuurlijk anders wanneer je in India woont, of in China, of in Afrika. Dan zie je ander soort bewegingen, geopolitiek gesproken. Ja, of als je jonger bent, hè, daarop aanvullend. Ja. Bijvoorbeeld Jelle en zeker ik. Hè, waar ik de NAVO van ken, is gewoon van... Oh, dat zijn die gekken die met de vliegtuig al het Midden-Oosten kapot bombarderen. Dat is hoe ik... Het is nog later dan Jelle ook. Dat vind ik ook alweer wat kort door de bocht. Maar ik heb wel die geschiedenis. En nogmaals, en ook dus dat sentiment. Hè, dus ook ten aanzien van Amerika, toch als soort bevrijders. En ik was altijd een enorm... ik had een voorliefde voor Amerika. Ik deed ook van die typisch Amerikaanse sporten. Skateboarden, surfen en zo. En dat California gevoel, dat herkende ik heel goed. Maar nogmaals, naarmate ik ouder begon die twijfel en ook wel die kritiek toe te nemen, ook op Amerika. Ik onderbrak je. Je zegt, er zijn verschillende beelden mogelijk. Ik groei echt op in een periode waarin dat Amerika echt toch wel op het schild is. Ook na de, laten we zeggen, Vietnamoorlog, want dat is weer meer de generatie daarvoor die heel kritisch was op Amerika. Ik had meer toch heel positieve grondhouding eigenlijk. En dat is inderdaad in de loop der tijd veranderd. Maar kijk je natuurlijk naar hoe men in het Midden-Oosten kijkt, of in Afrika, of in China, dan heb je ongetwijfeld, dan heb je heel andere beelden en gevoelens daarbij. En ik denk dat moeten we niet onderschatten. De kunst van diplomatie is ook juist dat je bewust bent van dat soort verschillen ook tussen mensen en tussen volkeren en dat je daar rekening mee houdt. En mijn kritiek ook op het opereren ook in de richting van Rusland de afgelopen decennia is toch heel weinig
rekening hebben gehouden met wat de sentimenten daar zijn. En dus ik had gisteren nog een debat. Dan zei ze, ja, Rusland was al in de 19e eeuw bezig met imperialisme. Ik zeg, dat is wel gek, hè, dat we eigenlijk Rusland nu vanuit de 19e eeuw, vanuit het Westen de maat gaan nemen. Ik zeg, laten we eens kijken wat wij in de 19e eeuw op ons geweten hebben. Waar komt die kolonisering, om maar even een voorbeeld te noemen. Of zelfs hoe wij, wat we in Amerika zelf hebben gedaan. Maar die onwil, die onwil om zeg maar op een verbindendere manier, zeg maar, die dialoog of die uitwisseling. Ik heb ook wel eens, net als iedereen, natuurlijk kritiek op het autocratisme van Poetin, om maar even zo samen te vatten. Ja, dat betekent niet dat je er zo'n eenzijdig vijandbeeld van moet maken. Waar komt die behoefte? Ja, bovendien. We zullen zien natuurlijk hoe de toekomst zich ontwikkelt. Hè. Over Turkije kun je misschien ook wel het een en ander opmerken. Hè, waar het gaat over hun politiek daar. Terwijl Erdogan is wel gewoon lid van de NAVO. Daar zit overigens ook een spanning in, denk ik. Maar dat is natuurlijk vanuit, laten we zeggen, de hele verandering die Turkije de afgelopen decennia heeft ondergaan. Is die spanning ook wel toegenomen. Hij heeft nu ook weer een paar verkiezingen verloren. Ik ben ook heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Maar dat heeft de NAVO ook verzwakt, denk ik. Die uitbreiding. Ik denk dat zowel Turkije als eigenlijk ook recent weer in Noord-Europese landen. Hoe meer landen, je hebt natuurlijk meer verantwoordelijkheden. Turkije zit er gewoon heel lang bij. Dat is echt een van de oorspronkelijke West-Europa, Griekenland. Ja, maar dat is Turkije. Natuurlijk lang voor. Toen was er meer en meer een seculiere staat. Lang voor, ja, dat was, ja. Atatürk. Ja, Atatürk. Turkije van Atatürk, ja. Dat was geen hoofddoek te zien. Heel modern. Heel strikt. Ja. Dus dat is hun. Maar daarom zeg ik, zie je juist die verkiezing van Erdogan heeft eigenlijk het ook vreemder gemaakt, die positie van Turkije binnen de NAVO. Ja, omdat hij daar die islamitische, absoluut, Arabische, pan-Arabische. En met die spanning merk je ook wel enigszins. Maar goed, ik zeg al, we zullen moeten zien hoe zich dat ontwikkelt. Maar ik denk wel dat met het conflict in Oekraïne zie je dat heel Europa eigenlijk steeds meer een soort NAVO-mogendheid aan het worden is. Engeland komt er bijna ook weer bij. Dus het is een soort vereenzelviging van Europa en de NAVO die optreedt. Die ook wat ongelukkig is. Omdat we daarmee echt helemaal in de politiek van Amerika terechtkomen. Ik zou je zeggen, alleen van wat je net allemaal schetste, dat het nu door elkaar loopt. Hebben we het nou over Amerika, de invloed van Amerika en jouw perceptie van Amerika, in hoe die zich heeft ontwikkeld van je jeugd tot nu? En de NAVO, alsof het toch heel erg in elkaars lijn ligt. Ja, de NAVO, dat is ook zo. Maar nu is het toch een Europees project, zeg je. Dus dat nee, maar Europa schaart zich nu vrij kritiekloos achter Amerika. Ja, in de NAVO? Door die militaire afhankelijkheid van de NAVO. Dat is eigenlijk wat ik zie gebeuren. Die spanning ten opzichte van Amerika. Ook de laatste jaren nagenoeg lijkt verdwenen. Was dat niet altijd al een beetje zo? Want ik bedoel, daar ben ik dan misschien te jong voor. Maar dat was toch altijd al zo dat als Amerika ergens wat vliegtuigen nodig had, dat Europa daar toch altijd... Nee, absoluut niet. Maar, er zijn ook allerlei acties geweest waar Amerika ook nog met de Coalition of the Willing meeging. Het was niet eens NAVO onderneming. Okay, ja. Maar goed, Nederland was er wel. Nederland en Engeland. We hebben regelmatig aan meegedaan. Maar zeker, het was niet dat alle NAVO-landen daarin meededen. Nee, oké. Okay. Maar dat, even terug. Sowieso Duitsland al niet, omdat die niet buiten hun eigen grondgebied militair actief waren. En dat hebben ze nu ook. Nee, die waren zelfs in 2009 nog sceptisch over de omgang met Poetin ten opzichte van de Krim ook. Oké. Ja, maar dat is dus 75 jaar NAVO. NAVO is uitgebreid. Maar ik denk dat NAVO wel op een heel precair punt staat. Maken we vanzelf het bruggetje. De komende jaren, maar het begint dan met de Europese verkiezingen, bijvoorbeeld het sentiment ten aanzien van Oekraïne verandert.
Of bij bepaalde landen verandert. Ja, dan kan dat ook de eensgezindheid binnen dat bondgenootschap wel eens onder druk zetten. Als die oorlog wordt verloren, en daar heb ik natuurlijk al eerder op gewezen, naar wie gaat men dan wijzen? Weet je wel? Want als je samen wint, dan is het makkelijk om. Maar als je samen een verlies moet gaan delen, dan wordt er al snel met de beschuldigende vinger gewezen. Hmm. Dus ik ben ook wel heel benieuwd wat er de komende jaren gaat gebeuren. En voor mij is het zeker niet een uitgemaakte zaak dat de NAVO hier ongeschonden uitkomt. Ik denk eigenlijk al dat ze beschadigd is, eerlijk gezegd. Hmm. Dus, maar waar zit hem dat in dat ze geen succes hebben? Nou ja, natuurlijk, maar ook toenemende kritiek. Als je kijkt hoe vanuit Duitsland, bijvoorbeeld door AfD, maar ook door Sarah Wagenknecht, de verschillende partijen, toch die participatie in het Oekraïne-conflict ter discussie wordt gesteld. Hoe de Amerikaanse politiek wordt bekritiseerd, maar ook tot en met het opblazen van de Nord Stream pipeline. Mm-hmm. Dat gaat rommelen. Ja, maar dat wijst dus eigenlijk toch op het architectuurprobleem. Dat eigenlijk als Amerika iets wil, kan het gewoon doorgezet worden. Dat als ze dat niet willen. Ja, dat is wat natuurlijk. De NAVO kan winnen dat het stopt in Gaza of dat het stopt in Oekraïne. Maar zolang Amerika dat niet wil, dan. Dus eigenlijk is de NAVO ook een internationale façade van de macht van Amerika. Dus misschien dat. Ja, maar Amerika is ook zo groot binnen die NAVO. Maar toch is het ook gek dat Frankrijk bijvoorbeeld toch een heel serieus leger. Maar Nee, stelt niks voor vergeleken met Amerika. Mm. En Amerikaans leger is ook veel minder sterk dan in de jaren 90. Maar goed, het is natuurlijk een enorme kernmacht, een heel geavanceerde wapensystemen. Ja. Ik denk dat het belangrijkste Europese leger op Europees grondgebied is in Oekraïne. Dat is gewoon een van de sterkste legers. Oekraïne? Ja. Sinds de oorlog dan? Nou, nee, er werd ook al natuurlijk vanaf 2014 enorm gewerkt aan de uitbreiding van dat Oekraïnse leger. Dus dat is gewoon een hele belangrijke legermacht. Binnen de NAVO. Niet binnen de NAVO. Maar ten opzichte van de NAVO. Oh. Hmm. En Polen is nu weer aan het opbouwen. En dat is natuurlijk ook zorgwekkend. Polen is echt aan het militariseren. Hè, dit is nu ook natuurlijk met wat er gebeurt in de Oekraïne. Hmm. Maar met alle risico's van dien. Hè, dat is. Want als Polen natuurlijk actief wordt en ze zijn lid van de NAVO, daarom zie je dat de spanningen natuurlijk nu ook onderling toenemen. Sommige landen willen wat gaan doen. Frankrijk heeft al gezegd, gaan troepen sturen. Maar hij heeft nu ook gezegd, en Amerika is weer boos, want ja, die wil niet in een Europese oorlog verzeild raken. Want ja, gesteld dat Franse militairen omkomen, Frankrijk daar steeds een actieve rol in, ja, dan zou eigenlijk ook de NAVO ook moeten gaan helpen. En Frankrijk heeft nu weer gezegd van nee, dat hoeft dan niet. Maar in heel Europa zie je die militarisering, toch? Ook die militaire budgetten die gaan omhoog. Maar ook die, zoals nu, ook als je ziet de manier waarop dan bericht wordt over de jaarlijkse brief voor de 17-jarige, dat je vanaf dienstplichtig bent. Ook in Nederland. Het lijkt wel alsof de geesten klaargemaakt worden voor een zeer aanstaande dienstplicht. Een actieve dienstplicht. Alsof het ambtenarenapparaat dat al aan het voorbereiden is. Van nou over een paar. Nou, in ieder geval de defensie. Ja, defensie. Veel reclames ook voor defensie nu. Volgens mij zie je dat overal in Europa. En Duitsland. Maar bij defensie hebben ze ook gewoon vacatures. En inmiddels ook weer geld. Dus dat is logisch. Ja, ik denk ook defensie is natuurlijk enorm verwaarloosd. En dat was ook een schande. Dus ik ben op zich wel blij. Alleen als dat gebeurt met het oog op een conflict met Rusland. Dan zijn we denk ik wel op het verkeerde spoor. En daarom zeg ik. Je moet niet militairen laten praten over de geopolitieke ontwikkelingen. Ze mogen best een idee hebben over hoe de wapensystemen ontwikkelen en zo. Maar de politieke vraag is een politieke vraag. Ja, laten we eens investeren in diplomatie en contacten tussen die landen. Ik bedoel, als je nou een oorlog voelt aankomen, wat ik aan alle kanten
voel aankomen, dan denk ik, jongens, waarom gaan... Dan is niet de reactie, we grijpen naar het leger. De reactie is, wacht even, er komt een oorlog aan. We moeten naar een ander register. We moeten ons bewust van zijn dat we in een soort dichotomie worden getrokken. En we moeten proberen daar weer op, uit te komen. Ja, dan kom je weer terug op dat grote vraagstuk van net. Van hoe komt het dat we zo'n vijand zien in Rusland? En volgens mij heeft dat iets te maken met een ander wereldbeeld. Namelijk dat mensen... denken van wij leven hier eigenlijk in een ideale menswaardige situatie met mensenrechten, geen grenzen, ja, democratie. Met de Engelstalige universiteit, democratie, rechtsstatelijk. Er is ook heel veel kritiek op, ook in Nederland, dat het niet rechtsstatelijk genoeg is, dat het niet democratisch genoeg is, maar niettemin dat het toch van een soort spits van de toekomst is waar alle andere landen in de wereld zich naartoe bewegen. Dus we zitten echt in een Fukuyama wereldbeeld. Hè? Dus Spengler spreekt ook van een faustische moraal. Dus wij vinden gewoon dat onze moraal de moraal is. En als andere mensen zeggen we hebben een andere moraal, dan denken we niet zoals Huntington. Laten we eens die mensen gaan eten en overleggen en hun cultuur misschien niet honoreren, maar in ieder geval wel tolereren. Nee, we denken, die mensen moeten bevrijd worden. Die worden onderdrukt door een autocraat. Ja. En, dus die haat zit ook echt in ons mensen en letterlijk in ons staatsbeeld. Dus ook als jij spreekt van een autocraat, ja, dus op die mensen inderdaad, die worden heel zenuwachtig van een autocraat. Terwijl je kunt je echt vrij letterlijk afvragen wat de status van Rutte in Nederland nou precies is. Dan wil ik hem niet vergelijken met een autocraat als Poetin. Maar om nou te zeggen dat dat een rechtsstatelijk verkozen democratische premier is. Ook hem valt te verwijten dat hij heel veel beslissingen heeft genomen in achterkamertjes. Geen openheid van zaken heeft gegeven enzovoort. Dus dat, ja. Er zit ook een enorme machtsconcentratie in het Nederlandse politieke bestel. Maar het zelfbeeld van ons is toch... We zijn democratie. Maar zijn de democratie die iedereen zou moeten willen hebben. Het is een beetje een heftige reactie natuurlijk. Omdat als er een autocraat ergens aan de macht is. Om dan al die mensen die daar wonen ook meteen als de vijand. Soort van te gevoelsmatig te zien. Hè? Dat is ook wat er... Nou, dat is het. Ik vind het wel genuanceerder dan dat. Dat is juist ook het helemaal het verschrikkelijke. Dat we in Nederland ook denken van nou. Als we een oorlog beginnen. We leggen Poetin om. Dan zal het wel opgelost zijn. Ja, alsof het niet verbonden is met die mensen. Je beweert precies het tegendeel. Ja. Ik ga wel met je mee. Dus dat Poetin daar zit, heeft ook wel iets met de Russen te maken. Die staan anders in het leven. Ja. Dat is... Ja, maar dat maakt ze nog niet fout. Ik denk dat je, als je probeert te begrijpen waarom Russen Poetin hebben gekozen, dan zie je inderdaad dat ze anders in het leven staat. Maar dan is het ook een stuk begrijpelijker dan ja, hoe kan je nou zo'n schot kiezen? Maar ook een historische situatie. En dat wil ik nog steeds weer opnieuw benadrukken. Weet je? Dat is zoals Hitler ook kon opkomen. En niet om Hitler op één lijn te zetten of Poetin op één lijn te zetten met Hitler. Maar kon ook komen binnen een bepaalde historische constellatie. Huh? Van een verloren Eerste Wereldoorlog met een enorme... En over de toedracht van de Eerste Wereldoorlog valt heel veel te zeggen. Of dat nou Duitslands schuld was of niet. In Nederland werd daar ook na de Eerste Wereldoorlog heel genuanceerd over gedacht. Hè? Velen waren eigenlijk al pro-Duits. Zagen het ook juist als een poging van de Engelsen en de Fransen. Om opkomende Duitsland een halt toe te roepen. Mm-hmm. Maar hoe dan ook, over die Eerste Wereldoorlog. Daar kun je niet eenduidig zeggen, nou Duitsland is daar denk ik de schuldige. Nee, maar over Versailles was daar kun je wel zeggen dat was gewoon kapot maken van Duitsland. Ja. En ik heb hier dat gesprek gehad ook met Maarten Doorman. Ook hoe daar weer de Frans-Duitse oorlog uit de 1870er jaren doorspeelt. Ja. Dus dat was echt revanchisme en kapotmaken van zo'n land. En ook vernederen. En nou, dat heeft gewoon met al die soldaten die van het front terugkwamen, dat heeft gewoon de bodem gelegd voor de opkomst van radicale politieke bewegingen. Waar Hitler met zijn NSDAP er natuurlijk één van was. En die zijn zeer succesvol gebleken. Hadden ook een hele militaire tak natuurlijk. Vanuit die Eerste Wereldoorlog. Ja, en dan gebeuren er rare dingen. En dan krijg je crisis. En zo komt een land op wat vernederd wordt. Komt op een bepaald spoor terecht. En zo moet je ook denk ik die neergang van Rusland moet je ook echt verdisconteren. Van ja, de jaren 90. Hè, roofkapitalisten. Die gewoon het land hebben ook leeggeroofd. Hè? Want vergeet niet, democratie en het openen van markten betekent ook het geld vrij spel geven. En degene met het meeste geld de macht geven. En dat is precies wat in Amerika natuurlijk gebeurd is. Democratisering, maar zorgen dat je
met je financiële macht en met je industrieën ook landen eigenlijk binnendringt. En dat is gewoon in dat Oostblok ook gebeurd. Dus dat is op allerlei manieren is dat kapitaal gewoon. Maar die vergelijking kun je nog best ook maken met Nederland. In Nederland ook, we hebben nu een enorme huizencrisis. Waarom? Omdat allemaal huizencoöperaties en zo, die hebben gewoon 20 jaar lang niet genoeg gebouwd ook. Die hebben geen rekening gehouden met migratie, niet met verloop van generaties. Maar dat was wel precies de periode dat ze onderworpen werden, omdat ze dat zelf wilden aan marktlogica's. Zichzelf enorme salarissen hebben toebedeeld. Dus ook in de jaren 90 in Nederland is een enorme vermarkting geweest. Waarvan wij nu ook een zure hebben voor die Russen ook dan. Ja, dat is toch mijn punt. Tuurlijk. Ja, maar dat is Poetin heeft op een gegeven moment, is mede dankzij de steun van oligarchen, is die aan de macht gekomen. Want dat is, zo is het gewoon gegaan. Maar hij had ook die KGB-achtergrond. En hij heeft, dat is echt een heel beroemd, hij was net president. En toen heeft hij echt aan het publiek, heeft hij die 7-8 oligarchen om een tafel geroepen. En nu en gewoon zegt, jullie hebben het land leeggeroofd. Je kunt kiezen, hè? Of je gaat je nu ten dienste stellen van Rusland, of ik maak je gewoon kapot. Sommigen zijn, die Abramovic en zo, die zijn gevlucht naar het buitenland. Ja. En vervolgens... Naar ING? Naar ING, Eichhardt, tussen 2012 en 2022 heeft hij zijn volledige kapitaal bij ING gezet. En dat is natuurlijk allemaal niet democratisch, weet je wel. Nee. Dat is gewoon keiharde strijd geweest. Maar ja, daarom wordt hij toch door veel Russen op handen gedragen. Zoals dat met Hitler ook is gebeurd. Huh? En je kunt dat niet... afdoen als natuurlijk heeft Poetin ook iets goeds gedaan voor en hij is nu waarschijnlijk zelf steenrijk, maar maar toch is het de vraag wat drijft zo'n man en wat ziet die bevolking daarin. Ja, hun levensstandaard ten opzichte van de jaren 90 is zoveel toegenomen. Dat ze in ieder geval daar ook zelf de vruchten van hebben geplukt. En dat is bijvoorbeeld in Oekraïne veel minder het geval. Dus er is volop corruptie in Rusland. Maar ja, de welvaart is toch een stuk beter nog verspreid dan in vele andere plaatsen. Dit volgens mij brengt altijd dus niet in om een soort van de verhoudingen in Rusland te legitimeren of een positie in Oekraïne. Maar om te begrijpen met wie we in oorlog zijn geraakt. Ja, ja. En eigenlijk... waarom die nog steeds zo populair is, zo'n man. Tuurlijk, ja. Ja. Maar dat begrip is denk ik heel belangrijk. Als je inderdaad een andere oplossing dan die verder gaan militarisering als enige soort van, de enige oplossing. Als je van de week die op de wijk dan bij WNL ziet, die gewoon zegt, die Russen die richten zich steeds meer op de NAVO. Hoe kan dat nou? Dat de NAVO zegt dat ze in oorlog zijn met Rusland. Ja. Zou dat iets mee te maken kunnen hebben? Nee. Maar het heeft ook te maken dus met de historische niet, als ik jou goed begrijp. Hè? Dus heb je een historisch geïnformeerde blik? Ja. Of denk je gewoon, je bent een democraat of een autocraat? Je hebt een verbeterlijke kraakstof. Ja, het is niet anders. We kunnen ons er niet aan storen, maar heeft geen zin. Nou, ik denk, noem het even. Het ligt niet aan uw... Tijd op het audio. Volgende onderwerp, we hebben niet veel tijd. Ja. Nou, jij maakte al het bruggetje net, als je die ruimte inderdaad even laat vallen. Jij maakte al het bruggetje naar... Nou, inderdaad die geldstromen of de manier waarop Rusland dan ook probeert om in Europa, we hadden het over de NAVO en de rol van Europa daarin. Hoe probeert Rusland nou daar op allerlei manieren iets te doen? Ja, ik sluit zeker niet uit dat gebeurt, hè? Zoals wij dat overigens ook doen. Uiteraard. Ja, dus dit is gewoon als praktijk sinds de Koude Oorlog. Je bent bezig met subversieve elementen in die samenleving proberen te versterken. En dat hebben de Russen altijd gedaan en de Amerikanen idem. Je versteunt hybride oorlog. Verzetsgroepen en daar horen ook... ook mediacampagnes horen daarbij. Dus dat de Russen dat zouden doen, zou me niet verbazen. Zoals gezegd, wij doen dat ook. Hè? En dan in de hele protest in de Oekraïne, daar heeft ook de CIA weer een belangrijke rol in vervuld. En dat is zo wordt de strijd eigenlijk ook op politiek en onder de bevolking doorgezet. Geldt ook voor de Arabische lentes. Ook allemaal activiteiten waarin ook gewoon de geheime diensten actief waren. Zeker van Amerika. Vaak dus over de
assen van NGO's, hè? Dus ja, absoluut. Soros absoluut. En zo, dat soort... Ja. Dus dat gebeurt op allerlei manieren. Maar ik wil toch wel één ding kwijt over die kwestie van... die deze week dan speelde. Ook toen ik zat naar het Kamerdebat erover zat te kijken. En daar werd dan gezegd, de geheime diensten die kunnen dan niet bepaalde informatie, want dan, dat is een code die je gebruikt. Dat je niet zomaar navraagt, want ze geven dat wat ze willen, geven ze prijs. En wat daar buiten valt, daar hebben wij geen zeggenschap over. Want ja, ze hebben redenen om dat niet vrij te geven. Om hun bronnen te beschermen, om hun enzovoort. En toen dacht ik wel, daar kan ik me in bepaalde situaties heel goed voorstellen. Maar zeggen dat er in Nederland of er in Duitsland of er 6 landen in Europa... Of 7? Ja, wat is 7? Nou, oké. Okay. Maar in ieder geval dat daar Russische geldstromen volgens de geheime diensten naartoe gaan. Dat de Tsjechische geheime dienst. Ja, zonder man en paard te noemen. En ik denk ook van, goh, als je nou zegt, nee, het gaat om die en die. Dan kun je er iets mee. En nu krijg je dus een klimaat van verdachtmakingen. Je kunt niet de vinger op de zere plek leggen. En ik vroeg me af, ja, waarom zou je dat nou niet, waarom zou je die namen nou niet bekend kunnen maken als het zo is? Terwijl je toch wel bekend maakt dat er iets is. Ja. Dus dat vond ik eigenlijk... Mag ik een suggestie doen in de brief van de jongen aan de Kamer? In reactie op de vraag onder andere van... volgens mij kwam de oorspronkelijke briefaanvraag was van Geert Wilders. Okay. Dan komt de reactie van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En in die brief zelf, best opvallend, staat dus inderdaad die uitleg die jij nu geeft. Ja. Van je kan niet zomaar bronnen delen. Nee. En dan staat er een paragraaf over de transparantie van geldstromen in de Kamer. En hoe de wet op de financiering van politieke partijen. Wat daarmee eventueel, die wordt binnenkort vernieuwd. Daar wordt eigenlijk dus vanuit het ministerie wordt daar dus eigenlijk heel erg, en daar al die partijen pikken dat dan ook weer op in het debat, van, nou, zoals de minister in de brief al aangeeft. Dat zou een mogelijke antwoord. Dus waarom geef je het dan toch... Goed, dat is een vraag. Waarom doen die Tsjechen dat? Dat weet je niet. Maar hoe het in ieder geval in Nederland gebruikt wordt... is zo heel erg te kijken naar... Dus precies om die reden werp ik dit op. Wat zou de ondermijning van de bron kunnen zijn... op het moment dat je de naam gewoon noemt om wie het gaat? Of is daar geen zekerheid over? Nou, dan moet je het misschien niet naar buiten brengen. Weet je, jij betwijfelt of dat wel zo is. Of zo ik vind het een hele vreemde vorm van berichtgeving. En ook gevaarlijk, omdat het werkt puur op het niveau van verdachtmaking. Het argument wordt steeds gebruikt, zoals ik zo even schetste. En ik begrijp het argument niet. Nou, een welwillend luisteraar van die argumentatie zou zeggen, we kunnen het niet noemen, maar de signalen zijn dermate verontrustend. Ja, maar waarom ook, kun je het ook niet met noemen? Het oog op de aankomende verkiezingen, dat we het toch naar buiten brengen, hoewel het natuurlijk eigenlijk ook een soort verdachtmaking is. Ja, waarom kan je het niet noemen? Ja, misschien dat je dan een link tussen verschillende mensen kan leggen die dan iets... Ik vind het een goede vraag hoor, maar dat zou geloof ik mijn beste antwoord zijn. Want als je precies weet wie het zijn, dat je dan misschien een persoon die met allemaal uit eten is geweest... Kun je nu toch ook gaan doen? Ja, je weet nog niet wie het zijn. Nee, ja, maar dan dus jij weet, het zijn Philip de Winter en Thierry Baudet. Dan kun je zeggen, die zijn uit eten geweest met die. Dat doorvoeren, toch? Ja, nou ja, laat de media dat dan doen, hè, bij wijze van. Laat ze eens onderzoek uit. Ik vind het een... Ik begrijp het argument niet. En iemand mag me dat uitleggen. Waarom je niet die namen openbaar zou kunnen maken als die bekend zijn. Ja. Als de Tsjechen dat hebben, waarom zeggen ze dan wel van er zijn Nederlands, maar noemen ze niet die namen. Maar stel wat jij zegt klopt, wat zou dat dan betekenen? Dus stel ze kunnen het eigenlijk wel geven. Je krijgt een algehele sfeer van verdachtmaking wat weken en maanden gaat aanhouden. Tot aan de verkiezingen. Evenveel tot aan de verkiezingen. Dus je kunt het ook gewoon gebruiken. En daar vind ik het heel erg dubieus worden. Want dan kun je dus zeggen, ja, dat betekent dat het gewoon een onderdeel wordt om juist zelf om de verkiezingsstrijd te beïnvloeden. Hè, want rechts wordt nu gesponsord door Rusland of zo. Hè? Of de populistische partijen worden gesponsord door Rusland om ons te destabiliseren.
Het geeft een soort algemene joker aan Het is toch precies hetzelfde bij Trump, is toch precies hetzelfde gebeurd. En er bleek uiteindelijk niets van te kloppen. Ja. Russiagate. Dat is heel de Russiagate. Dus ja. Dat het niet klopt is in de media overigens niet heel breed uitgemeten. Naderhand. Nee, maar dan kom je weer op het perspectief van de mainstream politiek en media. Dat die eigenlijk met elkaar al uitgedacht hebben wat goed en kwaad zijn. Dus met deze verdachtmakings. Benadering van rechtse en populistische partijen. En ja, ik weet niet of het alleen maar politieke partijen zijn, maar ook in bepaalde instituten. Maar met deze verdachtmaking maak je het natuurlijk eigenlijk heel makkelijk om hun argumenten niet serieus te nemen. Dus je zou ook kunnen zeggen van critici van bijvoorbeeld het NAVO-beleid in Oekraïne. Die bieden tegenspraak. Die helpen ons om maatschappelijke dialoog te hebben over de betekenis van oorlog. Of we dit nog wel willen. Wat de toekomst van Europa is. Maar dat wordt direct gecriminaliseerd. Ja, op deze manier. Nu bij gewoon omgekocht en corrupt. Ja, en dan ben je ook verdacht. Dus kun je ook niet meer rationeel argumenteren. Je bent eigenlijk zelf wel een Rus. Ja. Nou, dat was ook wel de reactie van Thierry Baudet. Dat hij zegt, al voordat wij überhaupt een stichting waren, had ik al dit soort meningen over het functioneren van de NAVO. Of over de manier waarop de Europese Unie omgaat met Oekraïne. Hè? Door inderdaad over geldstromen te spreken, kom je inderdaad in het verdachte. Nou ja, het is gewoon crimineel, je bent omgekocht. Ja, maar kijk, dat zijn gelegenheidsargumenten tegen Baudet. Want andersom zijn er heel duidelijk natuurlijk geldstromen vanuit Amerika voor een bepaald Amerikaans perspectief op het leven. Dus dat is geldstromen zijn heel normaal in internationale politieke ontwikkelingen. Zeker als je het hebt over het stimuleren van revoluties op bepaalde plekken. Of een bepaald kennismilieu op een universiteit. Ja. Onderzoeksgelden. Dus dat is evident dat belangrijk is. Dus dat dat nu opeens een probleem zou zijn omdat de Russen dat doen. Ja, is ook al heel normaal. Is gelegenheidsargument. Nou, ze vallen gewoon mensen aan. Het is wel een probleem. Die het er niet mee eens zijn. Nee, maar als natuurlijk sprake is van een directe financiering van politici, ja, dan krijg je natuurlijk wel terecht ook dat daar kritiek op komt. Zeker nog dat eigenlijk verboden is. Alleen. Dat is niet verboden, je moet het openbaar maken. Je mag, kijk, het is nu verboden nu Rusland in een oorlog is met ons. Maar je kan natuurlijk, een politieke partij krijgen van allerlei mensen. Je moet het transparant maken. Nou ja, het is een soort hoogverraad, hè? Als je in oorlog bent. We zijn niet in oorlog. En bovendien, het gaat om geld dat voor die tijd volgens mij afgegeven. Nee, maar er zijn allerlei restricties. Ook al wat je als Kamerlid mag ontvangen. Je mag niet zomaar. Nee, maar als partij. Ja, ook niet. Toch even een andere kant op nog. Stel er zitten mensen te luisteren die heel anders tegen deze zaak aan zitten te kijken. Naar ons programma. Die zouden kunnen denken, ja, jullie gaan nu heel erg in op de ondermijnende werking van dat soort verdachtmakingen. Maar wat er eigenlijk moet gebeuren is dat er gewoon gekeken moet worden naar de financiering van politieke partijen. Dat moet openbaar. Dat doet een partij als Forum niet. En jullie zitten dat eigenlijk toe te dekken. Vinden jullie dan niet ook dat er meer transparantie moet zijn? Maar ik heb ook al gezegd, hoe dat hele debat is verlopen. Denk ik dat Thierry zichzelf daarmee geen dienst bewijst. Maar ik heb helemaal niet het gevoel dat het in de kern om Thierry gaat, want die is getalsmatig gewoon niet meer echt relevant. Het gaat om Wilders. Als dit al een. En zoals het in Duitsland natuurlijk om bij uitstek om AfD gaat. En in Frankrijk waarschijnlijk om Front National of zo. Ik weet niet of die er ook bij betrokken is. Maar. En het kan best dat het. Maar het is niet voor niets dat Wilders natuurlijk ook. In onder verdenking van, althans niet officieel, maar toch dat daar wordt zo wilden ze er ook. Ja. Dat is natuurlijk ook. Ik denk wel dat die netwerkstructuren, we hebben hier vaker over gesproken, onder andere met Willeke Slingeland, die ook zegt van de verborgen netwerken moeten eigenlijk transparant worden gemaakt voor Nederlanders. En geldstromen zijn onderdeel van die netwerken. Maar die zitten gek genoeg eerder tussen de tax rulings voor ASML in die hoek. Ja, en het grootbedrijf en het farmaceutische grootbedrijf en de financiering van wetenschap. Daar zitten veel meer. Met wie werkt het RIVM samen? Hoe is data versleuteld? Waar zit het geld daar? Dat zijn veel meer de grote vragen dan hoe politieke partijen gefinancierd worden. Dat laat onverlet dat die politieke partijen inderdaad best transparanter georganiseerd kunnen worden. Maar het is allemaal klein bier vergeleken met de echte financiële achterstromen die tussen kapitaal en bestuur lopen.
Ja. En niet landsbestuur, maar van die zogenaamde zelfstandige bestuursorganen die op afstand van de minister staan, die ook niet verantwoording hoeven af te leggen in Den Haag bij een ministerie, maar die eigenlijk gedelegeerde taken krijgen. Tot en met in het onderwijsland aan toe, waar Google en Microsoft vinger in de pap hebben. Ja. Ja, dus dat is de poreuze overheid. Dus dat is maar dat is heel relevant. Kijk, dit is eigenlijk zo'n beetje ordinaire beïnvloeding. Hè? Maar de echt subtiele, die verloopt gewoon officieel. Hmm. En die volgt gewoon keurig alle lijnen. Ja. Maar die subsidie gaat daar naar binnen, die gaat daar. En er is niets op aan te merken, maar die krijgt het niet, die krijgt het niet, die krijgt het ook niet. En dat is natuurlijk wat Thierry dan het partijenkartel noemt. Nou, daar zit natuurlijk best een kern van waarheid in, dat er toch een netwerk ontstaat van een vrij eenduidige wereldbeschouwing over het algemeen. Misschien wel een paar varianten daarbinnen, maar toch sterke verbanden en waar ook absoluut kapitaalbelangen worden gediend. Hè? En daar had ik het zo even ook over. Ja, vergeet ook niet hè, dat wat er toen met Rusland is gebeurd. Hè, of wat er elders op andere plaatsen. Democratisering kan ook betekenen dat het geld kan binnenkomen. En dat die netwerken binnenkomen. Hmm. Hè, dat grote wrok in voormalig Oost-Duitsland, is dat ze eigenlijk zijn overgenomen door de West-Duitsers. De trooihand. De trooihand, maar ook dat heel veel van die oude Oost-Duitsers, zelfs de elite, ook buitenspel zijn gezet. En dat daar gewoon eigenlijk het Westen, het Oosten heeft overgenomen. Ik geef daar één voorbeeld van. Ik heb dat hier een keer genoemd en toen heb ik dat niet goed uitgelegd en daar baalde ik achteraf van. Er is een meertje waar ik vaak in zwom toen ik nog in Berlijn woonde. En dat meertje is op een gegeven moment door een Frankfurter advocaat voor een D-mark was dat zo'n bruinkoolafgraving? Nee, dat is... Ja, dan ontlijpt zich heel veel. Ja, en ook rond Keulen heb je heel veel. Ja. Mijn Verheidste Heimat is een boek dat daar heel mooi over gaat. Ja. Maar rond Berlijn zo'n zeetje. Zo'n klein meertje. En dat werd gekocht door een advocaat. Voor dus een paar, geloof ik, 100.000 D-mark of zo. En dat water, dat kromp. Dus alle mensen die een steiger hadden, die dat wilden bouwen, om dus toch nog steeds in die zee te kunnen zwemmen, die advocaat moesten betalen om op dat stuk van zijn grond een steiger te bouwen naar die zee toe. Dus iedereen die een mooi vakantiehuisje of daar gewoon woonde rond die zee, allemaal Oost-Duitsers, die moesten dus individueel onderhandelen. Met die man. Met iemand, een of andere anwalt, een advocaat ergens in Frankfurt. En dat keer 100.000 in Oost-Duitsland. Daar zit inderdaad die wrok. Dus gewoon een klein voorbeeld. En dat was een West-Duitser die daar... Ja, in Frankfurt. Ja. Als Nederlander zou je zeggen, wat moet je met een steiger? Loop gewoon het water toe. Nou ja, die barencultuur in Oost-Duitsland is ook ligt heel nauw. Nee, maar dat geldt dus echt voor fabrieken en dat geldt voor allerlei bedrijven. En dat is dus ook voor een deel wat er met in Oost-Europa is gebeurd. Is dat westers kapitaal daar is binnengekomen. En ook wat in Rusland is gebeurd. En dat is... Ja, allerlei... Maar hier ook... En dat bijvoorbeeld, hè, dus was Gazprom en zo, Poetin heeft het weer genationaliseerd. Hè? Mm. En voor een appel en een ei hadden ze daar natuurlijk allerlei fabrieken en complexen en raffinaderijen overgenomen van het Sovjet-regime. Ja. Dus, dan is het makkelijk handelen. En maar volgens mij hebben we het vrij mooi genuanceerd zo neergezet. Dus je hebt inderdaad die beïnvloeding, maar je hebt ook een ander soort beïnvloeding. We hebben dat volgens mij zowel hoe zo'n bericht dan naar buiten komt, als andere soorten van beïnvloeding die daar eigenlijk tegenover staan. Hebben we volgens mij best wel mooi behandeld. Ja, en mijn grote twijfel over de argumentatie. Nogmaals, waarom je niet die namen zou kunnen noemen. Ja. Ik vind dat echt. Eigenlijk. Of je noemt namen of je doet niets. Dit is verdacht. Dit is echt zelfverdacht. Heel ongelukkig. Ik heb een poging gedaan. Misschien dat mensen in de comments... Ik vind jouw argumentatie sterker dan de poging die ik kon doen om het te proberen te doen. Misschien dat iemand, een van de kijkers, laat het weten in de comments. Als je denkt, nou, dat zien jullie verkeerd. Het is gewoon politiek misbruik van de veiligheidsdiensten met een beroep op Tsjechië. Die misschien niks vanaf weet. Ja, dat zou dan de conclusie zijn. Maar misschien zijn er argumenten. Laten wij... scheme. Dat zou ook wel mooi zijn. Ja. We hebben nog een klein kwartiertje. Ja. Jij kwam net over die ASML, die grote bedrijven. Toen moest ik toch nog heel even denken aan de berichtgeving omtrent mevrouw Heineken die deze week naar buiten kwam. Maar we wilden het over J.K. Rowling hebben. Nou, vind ik Rowling wel interessanter eigenlijk. Ja, oké. Okay. Dan pakken we die gewoon op zoals we net besloten hadden.
Dan hebben we het eigenlijk over de wetgeving die nu in Schotland in werking is getreden. Ja. Waarbij, dan gaat het over hate crimes, haatmisdrijf, zag ik in Nederlandse kranten als een soort vertaling staan. Ik weet eigenlijk niet of dat een goed woord ervoor is. Maar in ieder geval is het zo dat als iemand zich beledigd voelt op basis, omdat je hem of haar het verkeerde gender hebt toegewezen. Dus dat je een man een vrouw of een vrouw een man noemt. Terwijl diegene zichzelf als een man of dan wel een vrouw identificeert. Als diegene zich beledigd voelt, kan dat nu strafbaar zijn. En zelfs in voorlichtingsmateriaal van de Schotse overheid zeggen ze, pas op wat je zegt, want voor je het weet, bega je een hate crime. En een hate crime kan dus tot 7 jaar cel opleveren. En het debat hieromtrent is heel erg gefocust geraakt op de transgender, het hele transgender vraagstuk. En J.K. Rowling, dan noemden we haar even, is de schrijfster van Harry Potter, is een bekend ze noemen dat een anti-trans activist. Maar eigenlijk is het een activist voor vrouwen die zegt, er moeten geen mannen die zich vrouw noemen in vrouwengevangenissen. Er moeten geen mannen die zich vrouw noemen bij die vrouwensport. Dat is gevaarlijk. En zij heeft een aantal tweets geplaatst toen die wetgeving in werking trad. Meteen. Meteen en gezegd, als ik terug in Schotland ben, pak mij maar op als dit niet mag. Waarin ze dus inderdaad trans vrouwen man noemde. En daarmee heeft ze het debat nog weer nieuw leven ingeblazen. Zo, dat was vrij lang, maar volgens mij is het duidelijk. Wat vonden jullie ervan? Hoe willen jullie dat soort nieuws? Zo'n vrouwelijke vrouw ook, vind ik. J.K. Rowling. Ja, die heeft geen moeite om, heeft geen moeite om zichzelf als vrouw te presenteren. Ja. Schrijft ook natuurlijk heel mooi vanuit die archetypische man-vrouw-verdeling. Absoluut. Ja, goed-kwaad. Dat zal ook ongetwijfeld een rol spelen. In het succes van de archetypische motieven, dat die haar dierbaar zijn. Ja, de slang en de oude talen. En die heel traditionele verdeling in verschillende huizen. We hoeven niet Harry Potter te analyseren. Nee. Maar er zit heel veel archetypische symboliek in, inderdaad. Jelle, hate crime. Het gaat over wat de grenzen van de vrijheid van meningsuiting zijn, natuurlijk niet in de kern, maar dat even als beginpunt. Dan mag je zomaar zeggen wat je wil, ook als een ander dat aanstootgevend vindt. En op de een of andere manier heb ik aan de ene kant het idee dat we in een samenleving leven, en de Schotten ongetwijfeld ook, waarin je eigenlijk mensen steeds meer opletten op anderen en best wel voorzichtiger zijn geworden. Ik vind niet dat we zo in zo'n enorme ruwe wereld leven. Maar je ziet wel op sociale media dat het een soort uitzondering is. Op sociale media wordt er flink wat gescholden. Jij vertelde mij ook nog van dat jij te pakken was genomen op X. En die man is ook gecanceld door X, wat hij zei. Ja, die bedreigde mij. Ja. Of in ieder geval bedreigde mijn vrouw. Daar zie ik dat wel gebeuren. Dan ben ik niet getrouwd, dus dat scheelt maar. En tegelijkertijd zie ik ook wel een culturele overgevoeligheid van mensen over hun identiteit. Met nieuwe heilige domeinen, zoals het eigen lichaam. En eigenlijk de nieuwe eigen identiteit is ook een soort van heilig. Dus daar kun je ook niks meer tegen doen. Dus als je dat op een of andere manier niet goed respecteert, dan is ook zo'n woord wat weer heel erg opkomt. Ook als ik met studenten praat over moraal. En vraag wat vind je nou belangrijk dan? Nou, respect vindt iedereen belangrijk. En wat dat dan betekent? Nou, onder andere dus dat je iemand laat. Dat bedoelen ze dan eigenlijk. En niet dat je iemand laat als student of als leraar of passant op de stoep. Nee, dat je iemand laat zoals diegene wil zijn. Weet je wel? Dus als het blauw haar heeft of een hele superdiepe versluiering van het gezicht omdat ze orthodoxe moslim is, dan moet je dat ook allemaal laten. Weet je wel? Dan mag je je vooral niet aan irriteren. Laat staan dat je daar iets over zou zeggen. Het is een interessante uitleg van het woord respect trouwens. Ja, nou ja, ik probeer ook wel onderzoekend met mensen te praten als ze zoiets te zeggen. Dus ik denk dat men dat eronder verstaat. Respecteer mijn ruimte of respecteer mijn beleving. Wie ik ben. Ja. 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 Nou, en nu komen we nu op die hate speech. Dus dat is volgens mij, speelt dat dus op sociale media. Dus ik weet ook niet wat de kijkers daarvan vinden, maar ik heb het idee dat daarbuiten, ja, politiek is natuurlijk ook door die media weer beïnvloed, dus daar zit het soms ook. Bijvoorbeeld bij Klaver en Baudet zagen we dat. Een soort grof taalgebruik met een slij op de bek. Maar eigenlijk vind ik het allemaal verder buiten de sociale media erg meevallen, maar daar gebeurt het dan. En dan met die overgevoeligheidscultuur die daarmee samenhangt, ja, dat is denk ik de achtergrond waartegen dit nu gebeurt. En dat er dan in het bijzonder nu een straf komt te staan op wanneer mensen zich diep beledigd voelen, want haat spraak of haat. Haatmisdrijf. Ja, haatpraat. Zou dan een soort van extra heftig binnenkomen. En dat is dan alleen al een reden om eigenlijk aan te geven van dit kan niet en ik ga naar de politie en het mag niet. Het wordt verboden.
Dat gaat natuurlijk wel heel ver als je bedenkt dat we in zo'n gevoeligheidscultuur leven. Dan moet je dus meer op je tenen gaan lopen. Nou, als je dan de rekening mee houdt dat we aan de ene kant dan met die weken zieltjes hebben van woke. En aan de andere kant toch ook wel weken zieltjes op rechts. Die het ook niet altijd even makkelijk vinden als ze een keer te horen krijgen dat dat de wereld ook anders in elkaar zit. Wat dan? Want mensen zijn nogal snel beledigd op die sociale media. En dan kan je dus straks ook met de politie te maken krijgen. Dus ik dat hele moeilijke situatie. Dus dat J.K. Rowling nu meteen de boel heeft laten ontploffen door het in het ongerijmde te voeren. Door te zeggen van nou, ik ga even uitspraken doen die in deze nieuwe wetgeving vallen. Waardoor heel veel mensen zich gehaat voelen. En dan laat de politie zich maar melden. Dat laat al zien dat dit eigenlijk ook niet kan. Dit is helemaal niet houdbaar in deze situatie van sociale media en overgevoeligheid. Dus is dit natuurlijk wel de ontwikkeling naar die nieuwe censuur, waarin de vrijheid van meningsuiting sterk onder druk staat, omdat mensen zich beledigd voelen. Ja, terwijl, als je dus een soort oerdegelijk meer conservatieve of Hollandse nuchterheid tegenover zegt, dan zou je moeten zeggen van ja. Wat win je hier eigenlijk mee? Soms is het gewoon kloten, dan leven mensen anders dan jij. En dat moet je toch maar gewoon zien te verkroppen. Get over it. Dus dat is natuurlijk wat verdraagzaamheid is. Dus dit is echt voorbij verdraagzaamheid. Dit is de nieuwe wekenfase. Maar ja, ik vind ook dat J.K. Rowling het mooi in het ongerijmde voert. Ze laat aardig zien dat het niet handhaafbaar is. Mooi. Ja, we zien het einde van het liberalisme. Hè? Dat zagen we natuurlijk al veel eerder. Maar dit is weer de zoveelste illustratie ervan. En dat heeft te maken met een abstract vrijheidsconcept. Wat uiteindelijk omslaat in bijna een vorm van terreur. Dat is overigens in de Franse Revolutie ook gebeurd. Dat is niet helemaal toevallig wat hier gebeurt. Waarom is het einde van het liberalisme? Omdat het liberalisme eigenlijk gebaseerd is op de gedachte dat mijn vrijheid en over wat ik het goede leven vind, dat die niet door een ander mag worden belemmerd. Ja? Daarbij dien ik voortdurend ook die vrijheid van die ander evenzeer te respecteren. Dat is eigenlijk de grondgedachte van het liberalisme. Mm-hmm. En die verdraagzaamheid waar Jelle het over heeft, die is dus een essentieel ingrediënt daarvan. Want ik kan mijn eigen opvattingen hebben, bepaalde praktijken erop op nahouden, maar ik moet niet verwachten dat die ander dat goed vindt, dat hij daarbij staat te juichen. Hij gaat me alleen niet, hij mag me niet gaan molesteren erom. Maar dat. En nu is het interessante, daarom is die vrijheid van meningsuiting hoort bij uitstek bij dat liberalisme. Omdat ik kan van alles zeggen, ik mag ervan vinden, dat is mijn goed recht. Ja, wat je nu ziet is dat we eigenlijk een interessante omslag hebben meegemaakt. Want die vrijheid wordt nu gezien als ik mag mijn identiteit hebben en de ander moet dat bevestigen. Ook al is hij het er niet mee eens. Ja. Ook al ziet hij iets anders, ook al vindt hij iets anders. Ik mag dat niet meer horen. Dus het is de ontkenning juist van die vrijheid van de ander. Maar die kan dat natuurlijk even goed ten opzichte van jou vervolgens gaan opeisen. Dus er ontstaat iets heel problematisch, want je gaat nu zeggen, nou, dus moet je zwijgen. Dus je gaat en daarmee de grondslag van ook van de politiek overigens, hè, dat is openheid en de waarachtigheid in het discours, dat ga je ondermijnen. Als ik zeg ik ben een vrouw en Jelle zegt nee, ja, dat vind ik niet. Luister even, weet je, dat mag jij vinden, maar ik zie gewoon, dus ik ben het daar niet mee eens. Dan zeg ik nee, wacht even, jij moet je mond houden. Dus waarheid wordt eigenlijk ingeleverd voor mijn de eenheid in mijn beleving. En ik verdraag het niet dat hij daar een andere opvatting over heeft. En die wil ik dus ook niet meer horen. En dat niet-schade principe is van dat ik jou lijfelijk niet, ja, dat ik jou goed, ja, niet mag beschadigen. Opgerekt naar psychische, jouw subjectieve beleving. Ja, naar mijn beleving waarin ik geen weerstand meer wil ervaren. Dus ik wil in de eenheid van mijn, ik noem het belevingssolipsisme. Ik wil in de eenheid van mijn beleving blijven.
En daarmee wordt dus mijn... dus ik eis een identiteit op. Ik zeg, dat is eigenlijk omkering van Descartes. Ik denk dus ik ben. Maar ik zeg nu, ja, we zien dat Cartesianisme heeft zich nu op het punt teruggebracht dat ik ben wat ik denk. Hmm. Dat is eigenlijk, en dat moet zelf nu worden gerespecteerd. En dat is het eerste. En het tweede is, en dat wil ik toch ook nog even noemen. Hmm. Er wordt nu, en dat zijn de, dus dan zie je in wat voor vaarwater we terecht zijn gekomen. Of schoon ik niet eens de intentie heb om die ander te kwetsen. Ik die ander ook op geen enkele manier, dus emotioneel, daarop betrokken ben. Laat staan hem haat. Haat is een hele bewuste verhouding tot de ander die ik echt wil als mijn vijand zie en wil vernietigen. Ja, dat is echt de kwaad doen. Daar ben ik als zodanig op gericht. Dat hoeft nu niet eens meer. Dus het is de ervaring van een ander dat iets dus kwetsend is, levert nu het predicaat op dat degene die dat kwetsende zou doen, ook al heeft hij niet de intentie, toch als hater wordt gekwalificeerd. Dus ook hier zie je weer dat de waarheid eigenlijk geweld wordt aangedaan. Want er wordt gewoon een heel andere invulling gegeven aan wat haat is. Ik kan door het park lopen, ik zie jou lopen, ik denk dat jij een kerel bent. Ja. Ik zeg, goedemiddag meneer. Ja. Ja, is even, maar het gaat dus die hele intentie. En dan is het al gebeurd. Ja, dat is de hele, en dat is natuurlijk ook is mijn bezwaar geweest tegen dat hele racisme-discours rond Zwarte Piet. Daar moet je gewoon heel voorzichtig mee zijn om mensen zo te kwalificeren. Ik kan wel zeggen, ik vind het vervelend, zo kunnen we er wat aan gaan doen. Mm-hmm. Maar zeggen dat jij een racist bent, is even wat anders. En jij zegt, dit is het einde van het liberalisme. Je zou ook kunnen zeggen, even als tegenpositie, misschien dat nog wat verheldert. Je kunt ook zeggen, dit is eigenlijk een soort, we vallen terug in een soort prepuberteit. Zeg maar, de puberteit is eigenlijk het moment waarop jouw idee over jezelf getoetst wordt aan de ideeën over jouzelf van anderen. Ja, dat je daarmee om leert gaan. Absoluut. En als je dat kunt, ben je volwassen. Absoluut. Dus dit is het is ongeveer het spel. Ja, we hebben het eerder ook over gehad, infantiele regressie. En, hoe verhoudt zich dat tot dat beeld? Nou, dat is natuurlijk precies dus die tolerantie. En dat duidt in de eerste plaats op een opgave. Dat ik iets moet iets verdragen. Wat Jelle zo even ook aangaf. Mm-hmm. Dus dat is ook een deel van die volwassenheid. Kunnen leven met het verschil. En accepteren dat verschil er is. En dat dus wat ik vind niet noodzakelijkerwijs gedeeld wordt door die ander. Ja. En dat die dus een opvatting mag hebben, ook over mij. Hij mag een opvatting hebben over mij. Maar het is veel, veel breder belangrijke eigenschap van volwassenheid, dat je ambivalentie kunt verdragen. Ja, absoluut. Mm. Dus, papa is nu thuis, maar hij is ook aan het werk. Dus hij is nu niet helemaal toegankelijk. Hij zegt nu nee tegen je, terwijl hij wel van je houdt. Ja. Dat is al helemaal uit onze opvoedcultuur. Die ouders die zitten er bovenop en ze zijn ook afwezig. Maar het is niet. Het is een veel meer één perspectief. Dus voor de puberteit. En door de puberteit ook heen. Want die kinderen blijven natuurlijk ook thuis wonen. Dus die afstand die wordt ook niet. Die kinderwereld dus blijft heel lang intact. Voor relaties, ook om juist om de ander een ruimte te geven. Hmm. Ik las van de week. Voortdurend op te eisen. Ook man-vrouw relaties. Hè? Dus cruciaal. Want anders daar wordt. Als die eigen beleving centraal komt te staan, kun je die andersheid van die ander niet verdragen. Dus dat en daarmee eigenlijk misken je hem. Maar maak je het zelf ook heel moeilijk om een relatie te hebben. Dus het is eigenlijk een heel interessant fenomeen dat we nu. Dus deze haatmisdaden en haatpraat, vindt een mooie term trouwens. Ja. Haatpraat aanklachten krijgen. Die dus echt uitdrukking geven van een heel gesloten universum. Waarin je juist super sensitief wordt voor die ander. Ja. Dus dat is dus precies wat ik noem die porositeit. Alles komt binnen. Ja, want die ander moet respecteren wat jouw identiteit is. Anders is het jouw identiteit niet. Ja. Ja, maar tegelijkertijd moet die ander dus. Ja, je eist dus enorm veel. Ja. Jongens, ja. Ik moet eruit. Ja. Ik zeg maar even. Je hebt een feestje vanavond, hè? Ik moet helaas weg. Zullen wij zoals met z'n allen even afronden? En dan, Ja, nee, maar ik zeg dat ik moet echt weg. Nee, je hebt gelijk. Ik zat ook. Ik ben 3 minuutjes te laat.
Heren, ik moest een beetje op gang komen, maar toen hadden we volgens mij een heel leuk vlammend gesprek. Diepe inzichten en nieuwe lessen geleerd over de NAVO. Ik ben benieuwd wat de kijkers van de plant vinden, van Adse interpretatie, dat die namen best hadden kunnen vrijgegeven kunnen worden. Ja. En ik moet nog even zeggen, dat drukte Wouter mij net even op, die zegt, Rogier, je kan even noemen, we zijn bijna bij 2000 petjes. Ja. Ik weet niet of jullie dat al wisten, maar dat ja, is toch... Ja, en abonneer je als je naar ons kijkt. Ja. Dat is steeds belangrijk. Abonneren is altijd voor het algoritme altijd goed. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken en nog een hele fijne zondag.